Dames en heren, welkom bij de historische context Nederland 1948 tot 2008 voor de HAVO. Paragraaf 3.1, een welvarende samenleving. Wat gaan we vandaag leren? We gaan eens kijken naar de emigratie en immigratie die plaatsvond in de tweede helft van de 20e eeuw, dus na de Tweede Wereldoorlog. De volgende kenmerkende aspecten horen daarbij. Allereerst de decolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld. Oftewel, na de decolonisatie zien we dus dat mensen uit de voormalige koloniën immigreren naar Nederland. Ook de toenemende westerse welvaart heeft wel degelijk invloed gehad op die emigratie en immigratieprocessen. En als laatste de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. Want wij zien natuurlijk dat meerdere culturen gaan samenleven in Nederland. Maar we beginnen met emigratie. Nederland emigratieland. In de periode 1948 tot 1964 emigreren ongeveer een half miljoen Nederlanders. En op een bevolking van 9 miljoen mensen is dat heel veel, dames en heren, naar een ander land, naar het buitenland. Naar Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Canada, veelal Engels sprekende gebieden. Omdat zij bevorderd worden, zij worden gestimuleerd door de Nederlandse regering om dat te doen. Om een nieuw leven in een ander land op te bouwen. Want volgens de regering was Nederland met 9 miljoen inwoners gewoon te vol. Inmiddels wonen er 17 miljoen mensen in Nederland. En nou, ik vind het eigenlijk nog steeds niet te vol. Maar in die tijd was 9 miljoen mensen, vonden ze gigantisch veel. En ze hadden ook het idee, vooral de regering, van er komt gewoon woningnood. We hebben gesproken over de babyboom, de vorige les. Er zullen mensen, veel meer mensen, veel meer huizen nodig hebben. Kunnen we dat allemaal wel bouwen? Als we mensen kunnen stimuleren om een leven in een ander land op te bouwen, dan hoeven we in ieder geval voor hen geen huizen te bouwen. En vervolgens zag de regering dat er in de toekomst misschien te weinig werk zou zijn voor iedereen, omdat de bevolking zo enorm groeide. Dus daarom bleven ze dat stimuleren door cursussen, spotjes, pamfletten, reclame te maken voor emigratie. Maar we zien ook in dezelfde periode heel veel mensen immigreren naar Nederland. Vooral immigranten uit Indonesië. Vanaf 1945 bijna 300.000 Indische Nederlanders immigreren Nederland in. En ik vind dit zo'n mooie afbeelding hier, die je hier ziet. Een Nederlands-Indisch, Indische kinderen met, in een typisch Nederlands tafereeltje met een sloot, koeien en een lage struik. Echt heel duidelijk een gezin. Niet uit Nederland, maar die dan hier een nieuw leven op gaat bouwen. En we zien eigenlijk twee immigratiestromen vanuit Indonesië ontstaan. In de periode 1945 tot 1948 is dat vooral vrijwillig. Op vrijwillige basis vertrekken Indische Nederlanders vanuit Indonesië naar Nederland. Waarom? Nou, het is nogal onzeker. De toekomst is nogal onzeker in Indonesië. Jullie weten alle dat Japan in de Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië heeft bezet. Heeft de Nederlanders verjaagd. En na 1945 trekken de Japanners zich terug. Omdat ze verslagen zijn door de Verenigde Staten. En wat we nu eigenlijk zien is een periode van politieke en ook wel sociale onrust. Want ja, komen de Nederlanders weer terug in Indonesië? Gaan ze het weer besturen? Nederland wil dat wel, maar Indonesiërs eigenlijk niet. Dus er is onrust en heel veel mensen zoeken dus hun heil in Nederland op zoek naar een rustig leven en een betere toekomst. Vanaf 1958 verandert dat. Er is een groot Nederlands-Indonesisch conflict en we zien eigenlijk dat heel veel Nederlanders, vooral Indische Nederlanders van gemengde Europese Aziatische afkomst, de zogenaamde Indo's, worden vrijwel gedwongen om naar Nederland te immigreren omdat ze hun gewoon gediscrimineerd worden in Indonesië zelf. Dus dan zie je dus dat heel veel mensen ook alsnog naar Nederland verhuizen en dus eigenlijk hun thuis moeten verlaten. Molukkers hebben een aparte status binnen dat geheel. Molukkers hebben altijd gevochten aan de kant van de Nederlanders in het Nederlandse Indische leger. Waarom is dat zo? De Nederlandse regering die had hen beloofd van als je dit doet dan
Krijgen jullie een zelfstandig Molukken, een zelfstandige staat, een onafhankelijke staat. Maar de Nederlanders verliezen uiteindelijk Nederlands-Indië als kolonie en kunnen die belofte niet waarmaken. En de Molukkers worden dus in Indonesië gezien als verraders, als vijanden. En zij moeten ook noodgedwongen immigreren naar Nederland. En daarom hebben wij tot op de dag van vandaag een vrij grote Molukse minderheid in Nederland. Nog een voormalige kolonie, Suriname. In 1975 wordt Suriname onafhankelijk en 200.000 Surinaamse Nederlanders die vertrekken naar Nederland omdat ze voornamelijk hun leven niet zeker zijn in het nieuwe onafhankelijke Suriname. Hoe komt dat? Nou, er zijn heel veel etnische spanningen, politieke spanningen in Suriname. En ja, deze mensen zoeken gewoon een beter, rustiger en leven in Nederland voor zichzelf en voor hun gezin. Dus zij zoeken een betere toekomst eigenlijk in Nederland. En ja, kun je ze ongelijk geven? Ik vooral niet. En we zien dus dat heel veel Surinamers naar Nederland afreizen. En vanaf 1980 zien we dus ook dat immigranten vanuit de Antillen en vanuit Aruba ook naar Nederland immigreren op zoek naar een beter leven. Dan hebben we nog een derde immigratiestroom en dat zijn de gastarbeiders. Vanaf de jaren 60 zien we eigenlijk door de ongekende economische groei in Nederland dat er gewoon simpelweg tekort is aan arbeidskrachten in de industrie. Nederlanders willen niet of kunnen niet in de industrie werken. En de Nederlandse regering nodigt dus mensen uit het zuiden van Europa om bij ons in de industrie te komen werken. Allereerst komen die mensen uit Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Zuid-Europese landen. Maar later voornamelijk uit Marokko en Turkije. De echte gastarbeiders, zoals we dat nu bedenken, gastarbeiders, die komen uit Marokko en Turkije. Die kregen allemaal tijdelijke arbeidscontracten en die gaan gewoon hier voor een kortere periode van een jaar werken om geld te verdienen voor hun gezinnen thuis. En we zien hier een hele mooie afbeelding van hoe dat eruit ziet. Gastarbeiders die hier echt komen om te werken voor hun gezin, voor hun kinderen, voor hun vrouw in Turkije of Marokko. Die arbeidscontracten die zijn allemaal tijdelijk, maar die worden vaak nog wel verlengd omdat het gewoon zo knijtergoed goed gaat met de economie. Ze hebben ze gewoon hard nodig in de industrie, deze arbeiders. Dus dat wordt verlengd en dat wordt verlengd en dat wordt verlengd. En uiteindelijk krijgen deze gastarbeiders, verwerven deze rechten dus ook. Om bijvoorbeeld hun vrouw en kinderen hier naar Nederland te laten komen. Dat noemen we gezinshereniging. Dus we zien dus dat deze mensen langzaam maar zeker hier gewoon een leven gaan opbouwen. En dus ook hun gezin hier graag aan hun zijde willen hebben. En zo zie je dus dat ze permanent immigreren naar Nederland. Terwijl ze in eerste instantie hier vooral kwamen om te werken. Om later weer terug te gaan. In 1973, ik heb het genoemd. De economische groei komt een keer ten einde en inderdaad in 1973 is er een plotselinge einde van die economische groei. Wat is er aan de hand? Nou, er is een groot conflict tussen Arabische landen en Israël. Israël wordt gesteund door de westerse landen, waaronder Nederland. En de Arabische landen die draaien gewoon de oliekraan dicht. Er wordt weinig olie meer geëxporteerd of eigenlijk vrijwel geen olie naar westerse landen. Er ontstaat een tekort aan olie in westerse landen. En deze oliecrisis leidt tot een economische crisis waarin uiteindelijk veel werkloosheid is. Die oliecrisis die wordt wel bestreden, noodgedwongen. We zien hier een afbeelding van een autoloze zondag. Hè. Dus zondag mocht je niet met de auto rijden. En dan krijg je dit soort rare taferelen zoals hele lege snelwegen waar je dus gewoon kunt picknicken en muziek kunt maken op een zondag. Want er rijdt toch geen auto. Op die manier proberen ze dus het benzineverbruik en dus het olieverbruik te verminderen in Nederland. Om de economie maar enigszins draaiende te houden. Nou, deze economische crisis leidt ertoe dat de meeste gastarbeiders terugkeren naar eigen land. Maar we zien vooral dat de Turken en de Marokkanen blijven omdat zij die rechten hebben verworven. Zij hebben een werkloosheidsuitkering. Dus als zij werkloos worden, krijgen zij een uitkering en kunnen ze dus gewoon rondkomen. Het komt ook door gezinshereniging. Hun gezin woont hier. Dus ja, waarom zou je nog teruggaan naar eigen land? De economische situatie is ook nog slechter.
In Turkije en in Marokko is het in deze periode economisch veel slechter dan in Nederland. Dus waarom zou je daar naar terug gaan? En als laatste, en dat was ook wel, als je terug zou gaan, dan kon je niet meer terugkeren naar Nederland. Dat was het einde verhaal. Dus heel veel gastarbeidersgezinnen die kiezen ervoor om in Nederland te blijven, want ze mogen niet meer terug als ze naar eigen land gaan. En dat, in het eigen land noem ik, maar in feite is Nederland in dat is al hun eigen land geworden. Dus zij kiezen ervoor om te blijven. Goed, we hebben het gehad over immigratie, emigratie en immigratie. Hoe ziet dat eruit? Na de Tweede Wereldoorlog zien we dat 500.000 Nederlanders naar het buitenland emigreren, waaronder Canada, vanwege dreigende woningnood en werkloosheid. Wat we ook zien, dat dit aangemoedigd wordt, actief aangemoedigd wordt door de overheid. Maar we zien ook een immigratiestroom vanuit de voormalige koloniën, zoals Nederlands-Indië en Suriname. En we zien ook dat we vanaf de jaren 60 mensen gaan uitnodigen in Nederland, die bij ons kunnen komen werken, omdat de industrie arbeidskrachten tekort komt. En dan krijgen we dus de gastarbeiders. Die gastarbeiders verwerven rechten, zoals gezinshereniging, en vestigen zich dus permanent in Nederland. En vanaf 1973 komt er met de oliecrisis een einde aan de economische groei, waardoor we dus een tijd van economische crisis tegemoet gaan.